weer ontspannen. Hè? Ja. Dat is wel cool. Dat is wel cool. Zeg maar, als er iemand anders is, dan gaan we staan. Woont u zelf hier in Vilvoorde? Ja. Nee, doe maar. Of, we hebben daar net een gesprek gehad. Zal. Twee volken. Nieuwe dingen na de infovergadering. Thank you.
Vlammen voor te gaan leggen. Maar we hebben vorige vrijdag opgeroepen om iedereen die wil om ons voor de brand te leggen. Dat de laatste brand niet zou kunnen uitvaren. En de mensen die erop zitten, dat die dan met de auto's maar in Brussel geraken. En deze tram moet hier blijven staan tot alle sporen vernietigd zijn. De tram moet in Vilvoorde blijven. In 94 de tram zal hem rijden. Maar tot dan moet deze tram hier blijven staan. Wie mee wil komen liggen, komt die liggen. Dat is van dingen. Van Jan. Goed. Is dat, hè? Dank je. Alles is ik hier liggen. Dus dat de ministers maar overeen komen, hè. Dan kan ze oproepen op het kabinet. Hè. Dan moet gewoon minister Piquet, of hoe heet het, Piquet, en Souwens aan tafel krijgen. En dat die vannacht maar een akkoord sluiten dat de tramsporen vervangen worden. Je kunt dat ergens meedelen, langs de telefoon, dat men dat weet. Want anders gaan wij hier lang moeten blijven liggen en jij hier misschien nog lang moeten blijven staan. Voilà. Of niet doen. Geld doen. Ah, alle. Dat kost niets. Achter, achter, achter. Dank je wel. Voilà. En kusje. Dus ik vond dat ze dat heel graag in, maar bij speciale gelegenheden als je naar Brussel gaat, maar in het jaar niet zoveel, omdat ik dat studeren ben ik gewoon thuis. Maar ik weet, omdat ik het gezien heb, dat er heel veel volk zit over de kroon. Le crabe, c'est le chrono, mec.